Ik vind dat elk Kamerlid hier moet kunnen zeggen wat hij wil. Nee. Nou, zullen we even schorsen dan? Nee. Dat gaan we gewoon niet doen. Ik ben een neutrale voorzitter. Neem het terug. Sorry, dat had ik zo niet bedoeld. Zullen we gewoon beginnen? Gaat u nou tegen mij schreeuwen buiten de microfoon? Gaat u nou tegen mij schreeuwen? Wil je een beetje rustig aan doen? We zijn net begonnen. Oh, ik krijg meteen een ruzie. We zijn ineens begonnen. Niet tegen de voorzitter, hè? Ja, dank u voorzitter. Ja. Verduidelijken de vraag. Bedoelt u 4 interrupties per bewind persoon of voor beide bewindspersonen? Want dan per beide bewindspersonen per fractie. Per beide, dat betekent dus 2 per persoon. Nou ja, of 3 versus 1 of 4, 0. U mag ook 0 versus 0 doen, daar ga ik niet over. Maar 4 is dan het maximum. Per bewindspersoon? Nee, beide bewindspersonen. Zal ik het uitschrijven voor u? Moet ik het appen? Dat is echt weinig. Ik bedoel, dit is een hele zware begroting. We hebben 2 Wilt u het dan in 2 doen, de interrupties? Nee, ik wil gewoon graag meer interrupties. Ja. Ik wil ook meer salaris. Ja. Nog meer? En ik wil meer mooi weer. Zullen we gewoon beginnen met 4 en dan maar even kijken waar het schip strandt? En misschien houden we tijd over. De heer Kuzu. Voorzitter, dat is opnieuw een prima instelling. Ik geef de staatssecretaris vandaag heel veel complimenten. De vraag Wij is moeten echter... de staatssecretaris oppassen. Nee hoor, de staatssecretaris niet. U wel. Wat bedoelt u precies? Nou, we hadden het de vorige keer over, weet u nog, toen ik u een compliment maakte tijdens de algemene politieke beschouwingen. Maar goed, gaat dat is niet verder. Nodig, voorzitter. Ik kan geen grapjes maken, wat mij denk. Betreft niet. Nee, ik ook niet Humor. Met u, voorzitter. Dat zit ver te, dat is ver te zoeken. Gaat u verder? Dat wil ik best doen, voorzitter, als u mij toestaat. Laatste vraag, maar dat hoeft niet. Het hoeft niet, voorzitter, maar ik wil toch een punt van orde maken. Ik merk bij u een bepaalde irritatie. Ach, hou toch op met dit soort opmerkingen. Ik ga een punt van orde maken, voorzitter. Ja, het is prima. Als u vermoeid bent, u bent de hele dag een debat aan het voorzitten. Ik snap dat u vermoeid bent, maar ik vraag u toch wel om normaal een debat te kunnen voeren met de staatssecretaris. En ik vraag u om met respect tegen mij te spreken. U krijgt niet het woord. En als iemand hier vermoeid is, dan bent u het wel. Ik zou zeggen, ga lekker naar huis om uit te rusten. Mevrouw van Tongeren, nee, u krijgt niet het woord. Nee, u krijgt niet het woord. U krijgt niet het woord. U krijgt, ja, ik bepaal wie hier het woord krijgt. Nee, precies. Voordat ik het woord geef aan mevrouw Ellemeet, wil ik als voorzitter even een punt van orde maken. Ik zie collega Baudet staan. Niet ingeschreven voor deelname aan het debat. Geen woordvoering in eerste termijn. Dat betekent dat ik dus interrupties niet kan toestaan. Dus het spijt me dat ik u moet teleurstellen. Een Kamerlid mag toch het woord voeren? Ik was een hoorzitting over klimaat, binnen de kaders van het reglement van orde. Ja, en dit staat niet in het reglement van orde dat het niet mag. Jawel, er staat in het reglement van orde dat dus de intekening moet plaatsvinden. En er staat de regel hier in het huis is dat interrupties worden toegestaan aan degene die woordvoering hebben gedaan. Dat is gebruik dat in dit huis, maar gebruiken gedaan. Kunnen worden aangepast al naar gelang de gewoonte. Dan leg ik de deelnemers van het debat voor of men bereid is om Baudet toe te laten tot de interruptie. Dat lijkt me dan de meest zuivere route. Voorzitter, het toelaten van een interruptie is enkel en alleen aan u. Ik sta het niet toe, maar als de Kamer van oordeel is, dus de deelnemers aan het debat van oordeel zijn dat het moet kunnen, ben ik bereid om me daarna te voegen. Ik ben nu al een dienaar. De voorzitter beslist. Het is alleen... Ik hoor dus graag de reacties van de deelnemers en daarna beslis ik. Geen ruimte voor binnenwandelende politici, alleen voor mensen die zich hebben voorbereid, zich hebben ingeschreven en fatsoenlijk mee. Dus, voorzitter, ik gun de heer Baudet zijn filmpje. Ja. Maar de conclusie is dat er geen meerderheid is voor toelating tot het debat. Dus, mijn heer Baudet, de Kamer is niet bereid om af te wijken van de regels die zij zelf gesteld heeft. Dank. Dank u wel. Ik schort voor 5 minuten en dan gaan we luisteren naar de minister. Dank u wel. Voorzitter. Wel een antwoord gekregen. Het is niet een antwoord dat u bevalt, maar de heer Eppink heeft u een antwoord gegeven. Over 5 minuten gaan we luisteren naar de minister. Dank u wel. Voordat ik mijn vraag stel aan de minister, zou ik toch graag opgemerkt willen hebben dat ik uw optreden, voorzitter, zojuist niet echt Tweede Kamer waardig vind. Dank u wel, maar dat was het wel. Waarvan akte neem ik aan? Gaat u verder? Ik had nog geen argument genoemd, maar u wilde het kennelijk mevrouw voor mij invullen. Mevrouw de minister, we gaan niet reageren op mensen. En u gaat niet door de zaal schreeuwen naar een minister. U kunt zo meteen een interruptie plaatsen, dan krijgt u het woord wanneer ik dat heb aangegeven. Dank u wel. Nee, u heeft geen interrupties meer, meneer Wilders. Ik geef het woord. Nee,
We hebben met elkaar een gelijke verdeling gemaakt. Dat geldt, nee, maar dat geldt ook voor u, meneer Wilders. En u bent ook lang in uw interrupties. Nee. Dat gaan we gewoon niet doen. Ik ben een neutrale voorzitter. Nee. Dat is jammer dat u... Het, volgens mij is het ook niet te horen. Ja. Dat is jammer dat u dat zegt. We hebben afspraken met elkaar gemaakt, Wilders, dat iedereen het aantal interrupties krijgt. En daar wil ik ook wel voor waken. Iedereen heeft in deze Kamer de gelijke kansen. Dank u wel. Ik sta ook bekend omdat ik af en toe wel eens even wat kribbig kan zijn. Maar wat ik wel heb geleerd, dat je het daarna even recht zet. En zegt, sorry, dat had ik zo niet bedoeld. En dat had je nu ook kunnen doen. Ik stel voor dat we het niet meer hebben over de positie van de voorzitter. Ik wil u nog wel de gelegenheid geven om heel kort op te reageren en dan gewoon over te gaan naar het debat over de formatie. Is volgens mij interessanter. Ik ga er zeker op reageren. En dat is namelijk dat ik sta voor ieder woord, meneer Rutte, Mark, wat ik heb gezegd. Er zijn achter de schermen afspraken gemaakt door u, meneer Rutte, met mevrouw Kaag. Er zijn afspraken, er zijn telefoontjes geweest, er zijn ontmoetingen geweest. Jullie hebben met elkaar afgesproken dat een D66-kandidaat het werd. En als je dat ontkent, dan is een dealing corrupt en dan ben je ook nog een gigantische grote leugenaar. En het is aan de Tweede Kamer, onze volksvertegenwoordigers, om de aanstaande dinsdag een uitspraak over te doen. Dank u wel. Ja, dat mag u vinden. Dat vind ik ook en dat zeg ik ook. Maar de minister kan ook zeggen... Ja, het debat is gevoerd. Het debat is gevoerd, mevrouw Simons. Ik dank de leden van de Kamer voor hun betrokken bijdrage. Ik durf zelf te stellen dat u in het afgelopen jaar continu een keiharde dubbele maat heeft gehanteerd. En ik wil dat best wel bewijzen. We hebben daar filmpjes over gemaakt. We kunnen het naast elkaar zetten. En dan kunt u zelf beoordelen of u vindt dat u alle Kamerleden op een eerlijke manier behandelt. Ook ik heb wel eens een keer het gevoel gehad... Ja. Ook ik heb wel eens een keer het gevoel gehad dat mijn spreektalent niet volledig uit de verf kwam door de manier waarop de voorzitter mij afkapte. Dus ook mij is het wel eens gebeurd. Dus laten we niet doen dat het alleen bij Denk gebeurt. Het gebeurt bij elk Kamerlid. En dat is precies waarom we een voorzitter hebben. Voorzitter, dat is precies mijn punt. Bij mij gebeurt het altijd. En bij Özturk gebeurt het altijd. Mevrouw Agema. Ja, dank u wel, voorzitter. Een klein punt van orde. Meneer Verhoeven incopieerde mijn fractie in deze interruptie. Dat is onterecht. Wij voelen ons gelijkwaardig behandeld door mevrouw Ariep. En ik heb in mijn bijdrage gezegd, daar hoef ik geen complimenten voor te geven, want ik vind dat normaal. Maar wij voelen ons dus wel gelijkwaardig behandeld. Dat is helemaal correct. En ik moet de heer Verhoeven dus ook voor maanden toespreken nu. Dat is de tweede keer al. Omdat mevrouw Agema een punt heeft hier. Accepteert u dat? Ja, duidelijk. Ja. Voorzitter, ik word altijd van maanden toegesproken door de Kamervoorzitter. Altijd. Het gebeurt me altijd. En dat is oneerlijk. Daar neem ik kennis van. Scholieren die hier naar kijken, die roep ik op. Meneer, als dit ook op jullie school gebeurt, laat het ons weten. Wij verzamelen alle informatie en wij stellen het hier aan de kaak. Want linksindoctrinatie op scholen moet stoppen. Meneer Baudet, het is elke keer bij de regeling krijgen wij samen een beetje ruzie over de wijze waarop u een debat aanvraagt. En mensen snappen het niet dat ik soms de microfoon uitzet. En dat is echt niet omdat u het bent, maar omdat bij de regeling u mag het onderwerp aangeven, dat heeft u ook gedaan, maar zodra u ook politiek standpunten gaat verkondigen, deze boodschap is ook aan anderen trouwens, via de heer Baudet, dan gaat iedereen daarop reageren. En dat is niet, dat mag, maar niet tijdens de regeling. Dat hoort in een debat. Dus daarom ga ik ook dwars door uw spreektijd heen praten. Dat is niet prettig, maar... Excuses aanvaard, mevrouw de voorzitter. Nou... nee. Als het echt gaat om een brief, dan moet het via de commissie. Nou, aanvankelijk zou namelijk het debat over dit onderwerp namelijk pas ergens in mei zijn. Nu zie ik dat het opgesplitst is, zodat het al volgende week aan de orde is. En dat heeft mijn debataanvraag iets gewijzigd, vandaar. Dus de brief, dat gaan jullie niet steunen, zeg ik alvast. Want dat is echt via de commissie. Maar dat is onzin, want je kan normaal gesproken ook een debat aanvragen met een brief. Als u een debat aanvraagt, dan ga ik kijken of er steun voor is. Nou, dan hou ik bij deze de aanvraag staan voor een debat met een brief. Ik hoor de heer Martin Bosma roepen, dat is discriminatie. Goed, van wie? Oké, dan ga ik naar de heer Van Dam namens het CDA.
Ja, voorzitter, ik heb lang geleden afgeleerd dat als twee vrouwen van mening verschillen, dat ik daar als man nee. Mij helemaal in moet mengen. Dit is echt, meneer Van Dam. Maar ik richt meneer mij, Van Dam. Ik richt mij. Nee, meneer Van Dam, daar gaat u niet zomaar makkelijk mee weg. Hoezo twee vrouwen? Hoe vaak heb ik met u een discussie? Of met de heer Azarkan? Wat is dit voor een opmerking? Neem het terug. Neem het terug. Voorzitter, ik heb u zo hoog dat alles wat ik zeg met een intentie die misschien een andere was, okay. Wat u beroert, dat ik dat terugneem. Nou, dat kan. Goed. Mag ik dan wel vragen, ik begrijp dat er steun is ook voor een brief, dat het dan voor het AO voor volgende week er is. Ja. Dank u wel. Dit kan gewoon niet, mevrouw Buitenweg. Dit kan echt niet. Als wij met elkaar regels afspreken, dan hoort u zich daaraan te houden. En dat moet via de commissie, dat weet u ook heel goed. Dus ik vraag een schorsing totdat zij in vakade bijkomen, ja. Mevrouw de voorzitter. Kijk, orde voorstel is een kanbepaling. Dus het is niet iets wat onmiddellijk moet. Ik laat het op dit moment af en toe toe, hè, een ordevoorstel. En dan ga ik kijken wat uw ordevoorstel... Een punt van orde moet onmiddellijk worden besproken. Nee, dat staat nergens, meneer. Wel degelijk, in het reglement Boudet. Van orde. En ik wil gewoon... Meneer Boudet, ik geef eerst mevrouw Ollongren en mevrouw Joortsma moeten eerst alle vragen die de hele dag aan ze zijn gesteld te beantwoorden. En daarna kom ik op uw ordevoorstel. Dus als u een vraag heeft, dan kunt u het stellen. Een ordevoorstel doe ik het op een ander moment. Meneer Krol, ik wil toch daar iets over zeggen. U heeft een filmpje, heb ik gehoord, de wereld ingestuurd, waarin u zegt dat de Kamer 5 weken met vakantie gaat. Dat is niet het geval. Het is al meer dan 100 jaar gebruikelijk dat het parlement tijdens de verkiezingen gewoon 3 weken verkiezingsreces neemt, zodat de verkiezingen worden voorbereid, campagne wordt gevoerd en mensen gewoon weten waar ze op kunnen stemmen. Dat is één en het valt samen met schoolvakanties. Maar er wordt gewoon gewerkt, debatten vinden plaats, gewoon over corona vinden debatten plaats. Dus ik vind het eigenlijk ook schadelijk voor het aanzien van de Kamer dat dit soort filmpjes en de indruk wordt gewekt dat wij 5 weken met vakantie gaan. Dat is niet het geval. Ook voor de medewerkers vind ik het niet terecht. En daar wil ik het bij houden. Dank u wel. Daar zit ze, de sluipmoordenaar van de agrarische sector. Terwijl onze boeren op de rand van de mag achtergrond ik heel staan, even? Doet minister Schouten mag er alles ik heel aan. Even? U gaat toch niet de minister sluipmoordenaar noemen? Van de agrarische sector? Nee, dat kan niet. Neem het terug. Dit kan echt niet. Het gaat te ver. Ik neem dat niet terug. Nou, dan vind ik het echt stuitend dat u dat zegt. Daarvan neem ik dan kennis. Terwijl onze boeren op de rand van de afgrond staan, doet minister Schouten er alles aan. Ja, de heer Geurts. Ja, voorzitter, ik vind deze aantijging echt niet kunnen. En ik ondersteun de oproep van onze Kamervoorzitter om deze woorden mee te nemen. Om die terug te nemen. Dit kan echt niet. U kunt, zegt de heer tegen Baudet, de minister niet zo betitelen in uw eerste zin. Kan echt niet. U heeft er ook geen onderbouwing nog voor kunnen geven. Maar ik verzoek u om dit gewoon terug te nemen. Ik zou echt beroep op u willen doen om die woorden terug te nemen. U kunt het niet eens zijn met het beleid van de minister. Inhoudelijk het beleid van mij heeft u alle ruimte om dat af te kraken. Maar iemand voor sluipmoordenaar uit te maken, vind ik gewoon niet kunnen. Dus ik denk dat het goed is als u dat gewoon doet. Ik vind het beleid niet kunnen. Ik vind het beleid niet kunnen wat wordt gemaakt in Nederland. Ik vind de besluiten die worden genomen niet kunnen. En ik vind dat er een sluipmoord wordt ondernomen op onze agrarische sector. En ik hou daar degene die dat beleid maakt voor verantwoordelijk. En ik denk niet alleen dat dat mijn recht is, maar zelfs mijn plicht. Want het is onze taak als volksvertegenwoordigers om op het scherp van de snede beleid te bekritiseren, om alternatieven voor te stellen en om op te komen voor de mensen in Nederland. Ja, maar niet om een minister voor sluipmoordenaar uit te maken. Dat kan gewoon niet. De heer Moorlach. Ja, voorzitter, als de heer Baudet dit niet terugneemt, heb ik wel even behoefte aan een korte schorsing om met de collega's te overleggen. Voorzitter, het wordt alleen maar erger. Nou, zullen we even schorsen dan? Ja, voorzitter. Een kind dat voortdurend om aandacht schreeuwt, moet je niet belonen met die aandacht. Wat mij betreft gaan we gewoon door. Vind ik ook goed. En tegelijk ondersteun ik ook de heer Futselaar.
niet te veel aandacht verder meer aan besteden. Ik heb een voorstel. Ik zeg mijn eerste zin opnieuw. Er wordt een sluipmoord op de agrarische sector uitgevoerd. En de... Nee. De vraag is, neemt u dat woord terug? Want uw uitspraak was gericht op de minister. Als persoon, als minister, als mens. En als u dat niet terugneemt, ja, dat vind ik dan ontzettend jammer. En ik vind dat gewoon schofferend in het parlement, maar ook naar de minister. Daarvan neem ik kennis, maar ik neem dat niet terug. Ik doe wel een voorstel voor een alternatieve eerste zin. En die heb ik net al uitgesproken. Ik kan nog een keer uitspreken als u dat beter vindt. Er wordt een sluipmoord uitgevoerd op onze agrarische sector. En de mensen die dat beleid uitvoeren, die zijn daarvoor verantwoordelijk. Ja, hallo, je kunt niet op deze manier ervan afmaken. Want ik maak een heel serieus punt. Ja. Ja, als u daar voorzitter, de beide redenen die... Dan ga ik naar de... En dan is het niet soepeler beleid, voorzitter. Ja. Maken. Punt van orde. Dit is al de derde keer dat mij de mond wordt gesnoerd door u, mevrouw de voorzitter, in dit debat. Terwijl wij meermaals hebben aangegeven, plenair, in de regeling van orde, dat wij een fundamenteel debat wilden over het pro-immigratiebeleid van dit kabinet en van de VVD. Marrakesh moest aan de orde komen. Nu is er een tweede thema, namelijk het afschaffen van de discretionaire bevoegdheid van de regering. En steeds is gezegd door deze Kamer, we gaan er uitgebreid de tijd voor nemen in het debat over de veiligheid en justitiebegroting. Ik zei steeds, dan dreigt het ondergesneeuwd te raken. Nee, verzekerde de Kamer mij, inclusief de heer Asmani zelf, we gaan er uitgebreid de tijd voor nemen, meneer Baudet. U krijgt alle ruimte om al uw punten te maken. Nu zitten we hier in het debat en keer op keer wordt mij de mond gesnoerd. Ik vind dat echt niet kunnen. We nemen er de tijd voor, we gaan het er echt over hebben. Of we plannen een nieuw speciaal debat in over het pro-immigratiebeleid van de VVD, maar het is van 2-1. Meneer Baudet, dit was een punt van orde. Dit is een debat over de begroting, justitie en veiligheid. En natuurlijk hoort asielbeleid daar ook bij. En u heeft net als iedereen de gelegenheid gehad om te interrumperen. En zoals iedereen ook, u stelt een aantal vragen en vervolgens ga ik verder naar andere Kamerleden. En het kan niet zo zijn dat u 10 vragen achter elkaar stelt en dat andere maar 2. Dus ik probeer daar ook een beetje... Oh, maar ik gun het andere ook om meerdere vragen te stellen. Geen enkel probleem. Het is pas mag nog één vraag stellen, 9. Meneer Baudet, en dan ga ik naar de heer Asmani en dan ga ik naar de heer Voor de Wind. Meneer Baudet, dan ga ik nu echt naar de heer Sorry, maar ik vind dit echt een hele kwalijke gang van zaken. De wijze waarop u hier het debat tussen Forum voor Democratie en VVD verstoort. Nee, ik ga naar meneer Asserkom. Ja, dit was de tweede, toch, die u zei? De tweede ging over Kroeshout. Dus dan gaan we naar de heer Asserkom. Ja, anders krijg ik ruzie met de heer Asserkom als ik het nu in 3 ga doen. Ja, maar dat zijn dus 2 opmerkingen. Dat is 1 interruptie dan weer. Ja. Ja, anders krijg ik ruzie met de heer Asserkom en dat wil ik ook niet. In deze interruptie, als u later bij de spreekbeurt van de heer Epping nog iets anders wilt zeggen, dan kan dat weer. Überhaupt, of je nou voor of tegen die hele klimaatagenda bent, niet te snel aan het gaan zijn. Er wordt zoveel, nu ook vanuit de samenleving, die gele hesjes dat in heel Europa, de stijgende energierekening. Maar ook Hans de Boer die zegt, stel het uit, dit gaat te hard. Dus wij moeten als Kamer zeggen, we gaan een spoeddebat nu snel bij elkaar komen. En... Meneer Baudet. U kijkt me niet eens aan, maar het is echt de bedoeling om het kort te houden. Dat zag u ook bij andere Kamerleden. Het geldt ook voor u. Nee, net niet. Dan wil ik graag een hoofdelijke stemming over mijn voorstel om een debat aan te vragen. Dat kan niet, want het besluit is al genomen. Dat is gebeurd. Het besluit is nog niet genomen. Geen meerderheid is voor het debat. Nou, volgens mij is er... Dit moet nog maar helemaal de vraag... Dat is nou precies het punt. Je ziet... Als u een hoofdelijke stemming wilt, dan is het wel handig dat ik het weet. Want dan kan ik ook geen conclusie trekken. Maar als ik eenmaal de conclusie heb getrokken, dan kan je niet achteraf daar... Dan probeer ik het morgen opnieuw. Prima, ik wil maar wel dan zeggen, weet... het, dan... is,
Het is heel opmerkelijk hè, wat hier gebeurt. De hele oppositie wil hierop... Het spijt me. Dit is echt de regeling. En het is heel vervelend om elke keer hierover opmerkingen te moeten maken. Dat heb ik naar anderen ook een paar keren duidelijk gemaakt. Bij de regeling gaat het erom dat u aangeeft waar u een debat over wilt. Maar alles wat met uw standpunt te maken heeft, dat komt tijdens het debat aan de orde. En daarvoor zijn ook spreektijden niet voor niks afgesproken. Dus natuurlijk, als er meerderheid daarvoor is, gebeurt het ook. Zo werkt het in een democratie. Niet schreeuwen, meneer Öztürk. Nee, niks punt van orde. De heer Van der Molen heeft het woord en die maakt eerst een verhaal af. Gaat u verder. Dank u wel, meneer Van der Molen. Voorzitter. Voorzitter, je had een punt van orde ingediend. Dit is een theater die van tevoren met elkaar is afgesproken. De heer Van der Molen heeft meer dan 2 minuten mogen spreken. U grijpt bewust niet in. U laat mij niet uitpraten. Als er discriminatie op dit punt is, dan zie ik dit. Dit is precies waar de burgers in de samenleving moeite mee hebben. Dat wij hier ons woord niet kunnen uiten. Dat hier uitzondering wordt gemaakt voor u. Dat u meer mag praten, terwijl ik mijn zin niet mag afmaken. Als er 1 Kamerlid is die in dit parlement is bedreigd, dan ben ik het wel. Als u in uw motie ook dat had benoemd, dan had ik u een fair Kamerlid genoemd. Maar dit is een scène, bewust om voor de verkiezingen een motie in te dienen om Denk te bashen. Ja. En daar trapt Denk niet in en heel Nederland niet in. Er wordt bashen gesproken. Zelf doet u dat nooit, hè? Nee. U moet... Dank u wel, meneer Van der Molen. We zijn klaar. Dank u wel. Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken. Dank u wel. De Kamer gehoort de beraadslaging. Voordat u verder gaat, het gaat niet van uw spreektijd af. Hoeveel moties heeft u? Alleen om te voorkomen dat we niet... Ik heb er nog 4. Ja, u heeft nog 1 minuut. Dus u moet echt een keuze maken welke motie u nu het allerbelangrijkst vindt om in te dienen. Want anders gaat u over uw spreektijd heen. En dat is ook niet helemaal eerlijk ten opzichte van anderen. Anders moet ik u halverwege afkappen en dat is ook niet prettig. Dus u mag we gaan kijken hoe ver we komen. De Kamer gehoort de beraadslaging. En ik constateer dat mij dus geen tijd meer gegund wordt, want het is nu 0 om de andere moties in te dienen. Ik vind dat zeer te betreuren. Ik vind ook dat u onredelijk streng bent tegen mij. Ik vind dat dat niet in overeenstemming is. Ten eerste met de ernst van dit onderwerp en ten tweede met de wijze waarop hier de hele avond wordt gedebatteerd. Ik kan niet veel meer doen, maar het is ook wel wrang dat dus zo'n interruptie die nu komt, dat mag dan wel. Daar is dan wel tijd voor. Het indienen van onze voorstellen om in stemming te brengen niet. Ik denk dat dat echt niet uit te leggen is aan de mensen in het land. Nee, kijk, tweede termijn is 1/3 van uw spreektijd. Dat betekent dus spreektijd van 6 minuten. U heeft 2 minuten, dat heeft iedereen. En natuurlijk ga ik niet, als het een paar seconden over die 2 minuten, ga ik niet vervelend doen. Maar u kunt niet 4 of 6 moties met gigantische tekst. Dat gaat gewoon niet binnen 6 minuten. Nou, misschien is de interruptie van mevrouw Ouwehand wel een vraag om mijn andere moties voor te lezen. Dat kan. U bent al klaar met uw spreektijd. Maar mevrouw Ouwehand, of wie dan ook, mag u altijd interrumperen over de ingediende moties. En daar ook naar mevrouw Ouwehand ga ik heel streng zijn. Mevrouw Ouwehand, zo is kort. Dat. Ik heb alleen een tip voor de heer Baudet, want mijn fractie zat met hetzelfde probleem. En wij hebben de spreektijd bij de begroting van vorige week gebruikt om alvast een aantal moties in te dienen die betrekking hadden op dit debat. Nog niet in stemming gebracht. En zo kun je ook zorgen dat je toch al je voorstellen in de Kamer kan doen die je wilt. Dus dat is misschien een tip voor de volgende keer. Oké, dat heb ik vroeger ook wel eens gedaan.
Ja, meneer Baudet. Maar wij hebben dit debat willen afwachten om precies te horen waar de minister staat en waar de mogelijkheden liggen. Daar hebben we een paar, denk ik, creatieve ideeën voor. Ja. En die zullen later alsnog in stemming worden gebracht, want wij laten dit onderwerp niet schieten. En nogmaals, meneer Baudet, als u echt niet mee eens bent of iets wil veranderen aan het reglement, dan kan dat altijd. Hè? Daar heeft u ook als individueel Kamerlid de mogelijkheid om het te wijzigen. Maar dan moet dat gewoon ordentelijk gebeuren. Nou, dan moet ik een inhoudelijk oordeel vellen over deze woorden. Dat wil ik niet doen. De heer Markesauer heeft gewoon het recht om zijn eigen conclusies te trekken. En tenzij hij al te zeer scheldwoorden gebruikt, vind ik het niet de taak van de voorzitter om daarop te reageren. Ik vind dat Kamerleden het recht hebben om dergelijke woorden te gebruiken in het parlement. Ja. Het is een inhoudelijke mening over het kabinetsbeleid. Daar kun je het mee eens zijn, kun je het niet mee eens zijn. Het spijt me enorm. Als u over mijn positie wil vergaderen, vind ik dat goed. Ik maak het punt van de orde. Wordt hierdoor een Kamerlid gezegd dat een minister zich graag omringt met terroristen. Dat heeft niets met inhoud te maken en het is gebruikelijk dat u daar als voorzitter iets van zegt. Ja, dat zal ik niet doen. Ik vind dat elk Kamerlid hier moet kunnen zeggen wat hij wil. Tenzij de grenzen van het onbetamelijke worden overschreden. Voorzitter, ik vind dat we dit debat moeten schorsen. Ik ga niet verder onder een voorzitter die niet ingrijpt als een minister verweten wordt dat zij zich omringt door terroristen. Ja, maar ik ga niet verder met dit debat met een voorzitter die dan niet ingrijpt. Okay. Ja, voorzitter, ik zou echt hopen dat u woorden als van deze aard, zo sprekend over een minister, het knuffelen en omringen van terroristen, dat u dat buiten de orde verklaart. U kunt dat heel rustig doen, hoeft daar geen oordeel over te geven, maar gewoon op een rustige manier even hier de orde herstelt. Ja, ik blijf bij wat ik net heb gezegd. Ja, ik zit hier met verbazing te kijken naar deze poppenkast. Het gaat er allemaal weer over de toon van wat de heer Marcus al heeft gezegd. Ik ben benieuwd of dezelfde verontwaardiging straks ook komt over de inhoud, over het terughalen van terroristen naar Nederland. Dat is waar we het vandaag over hebben, niet over de toon van de bewoording van de heer Marcus. Dus deze schorsing steun ik niet. Ja, voorzitter, ik sluit me aan bij de woorden van mevrouw Bikker, want die zei het wel heel correct. Dit valt buiten de orde, dit is op de persoon. Dit hoort niet in dit debat. Ik wil me graag aansluiten bij de woorden van mevrouw Ellemeet. Ik sta hier als kersvers Kamerlid, dus ik weet niet hoe het in de techniek werkt, maar ik vind niet dat we op deze manier door kunnen gaan met dit debat met de voorzitter die op dit punt niet ingrijpt. Ja, ik grijp niet in. Voorzitter, schorsing hoeft niet van mij. Ik vind de uitspraak wel over de top. Onverstandig. Voorzitter, je mag hier van mening verschillen en je mag hier tot in grote mate je eigen woorden gebruiken. En mevrouw Kaag is niet van suiker. En dat weten we allemaal. En ik vind hier een ander politiek probleem ontstaan. En dat is dat de voorzitter wordt aangevallen. Waarschijnlijk omdat hij van dezelfde partij is. En dat mag nooit gebeuren. We hebben een onafhankelijke voorzitter die beslist. En laten we dus gewoon verder gaan met dit debat. Ja, ik wil me eigenlijk van harte aansluiten bij de woorden van de heer Van Haga. Kijk, die woorden die meneer Marksauer gebruikt, die zou ik ook nooit gebruiken, weet je. Ik vind ook, ja, waarom moet dat? Dan hoef je om dat kracht bij te zetten. Maar ik ben het er wel mee eens dat mevrouw Kaag kan zich hier daarop verdedigen. En die zal dat ook doen. En ik vind inderdaad ook, de Kamervoorzitter is onafhankelijk. En ik vind het heel stuitend dat eigenlijk in een soort van ondertoon wordt gesuggereerd dat hij niet onafhankelijk is omdat hij van dezelfde partij is. En ik vind het dat niet kunnen. Mijn eerste regels van mijn bijdrage zouden zijn geweest: ik stel voor om het hoofd koel te houden. Dat gaat al bij de eerste spreker echt finaal mis. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een punt van orde, dus ik weet niet of er nog andere vragen aan mevrouw Michon zijn. Blijkbaar niet, herstel. Voorzitter, ik wil terugkomen op het begin van het debat en het feit dat u niet ingreep toen de heer Markesauer aan minister Kaag persoonlijke aantijgingen deed die totaal ongepast zijn in een democratie. En dat zit mij heel erg dwars. Ik vind dat wij op inhoud heel hard tegenover elkaar moeten kunnen staan en op inhoud het debat heel hard moeten kunnen voeren. Maar wat wij niet kunnen doen in een gezonde democratie is mensen persoonlijk aanvallen. Persoonlijke aantijgingen zijn ongepast. Zeker in Nederland. Zeker in een democratie waar we trots op zijn. En dat stoort mij enorm. Sterker nog, ik vind het niet kunnen dat wij een Kamervoorzitter hebben die dan niet ingrijpt. Want dat is uw taak. En ik dien daarom een klacht in bij het presidium. Ik vind dat wij hierop moeten ingrijpen. Dat wij niet moeten wegkijken en over moeten gaan tot de orde van de dag. Als wij zulke grenzen overgaan. Dus die klacht heb ik ingediend en bij deze trek ik me ook terug uit dit debat. Ja, dat spijt me bijzonder, maar ik sta toch echt pal voor de vrijheid van meningsuiting
van Tweede Kamerleden en het recht om hun mening te uiten hier. En dat zal ik blijven doen. En ik vind dat mensen zich moeten kunnen uitlaten zoals ze willen. Tenzij er echt sprake gaat zijn van scheldpartijen, dan zal ik ingrijpen. Maar ik sta pal voor de vrijheid van meningsuiting van Tweede Kamerleden. En het staat de Tweede Kamerleden vrij om een persoonlijk feit te maken. Dat is zoals het over het algemeen gebeurt. Als mensen vinden dat andere sprekers te ver gaan. En verder ja, de grens dat, zoals mevrouw Ellemeet zegt, geen persoonlijke aanvallen. Ja, proberen ze een Kamervoorzitter zich te laten uitspreken over wanneer iets een persoonlijke aanval is. Dat is ondoenlijk voor een Kamerlid. Dus ik blijf met mijn beslissing om niet inhoudelijk commentaar te leveren op de woorden van de heer Markenshauer. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat u zich aangesproken voelde door mijn opmerkingen. Ook voor u, ook voor degene achter het spreekgestoelte, is de vraag om gewoon via de voorzitter te praten. Dus als u zegt, dan voel ik me aangesproken, dat is niet handig. Dus u zegt dan mevrouw Becker. Even wat zeggen dat de bedoeling is om 1,5 meter afstand van elkaar te nemen. Ook al kan ik me voorstellen dat het leuk is om te feliciteren, heel graag de afstand in acht nemen. Graag uw aandacht voor het volgende. Tijdens de schorsing, zojuist in de plenaire zaal, zijn de felicitaties gegeven aan mevrouw Kersenboom door haar fractiegenoten. Waarbij duidelijk was dat de 1,5 meter niet gerespecteerd is. En dat betreur ik zeer. Het kan niet anders dan dat mij dat ertoe brengt dat op een moment dat er felicitaties zijn in de plenaire zaal, dat ik van tevoren de zekerheid moet hebben van de fractie dat de 1,5 meter wordt gerespecteerd. En als ik die niet heb, dat ik dan helaas de felicitaties in de plenaire zaal van die fractie niet zal toestaan. Dank voor uw begrip hiertoe. Het is niet anders en ik zie mevrouw Kersenboom knikken. Dus ik hoop dat ze dat ook mee terugneemt naar haar fractie. We stelden, en het spijt me dat ik het zo moet zeggen, een FOP-commissie in. Een commissie waarbij wij 3 maanden geleden al wisten dat ze niet de bevoegdheden hadden om meneer de mol te vinden. Meneer Kuzu, het is geen FOP-commissie. Het is een commissie die door de Kamer is ingesteld en ik zou toch... Ik weet het, en een overgroot deel van de Kamer. Respect over de commissie spreekt. Ik wil zeggen dat ik me aansluit bij uw woorden waarmee u begon. Ja. U gaat natuurlijk over uw eigen woorden, maar ik vind de link naar de Wereldoorlog 2 ongepast. En ik hecht de waarde aan om er toch iets over te zeggen in deze zaal. Meneer Vermeijer, ik wil zelf als voorzitter ook wat zeggen. U gebruikt grote woorden, u maakt weer een vergelijking met de Tweede Wereldoorlog. En ik hecht er waarde aan om te zeggen dat ik dat echt ongepast vind. Ik denk, misschien mag ik aan de collega's vragen. Ik denk dat mevrouw Palland, als ik even naar de gezichten kijk, het heel goed heeft samengevat. Dus ik wil u echt vragen, de heer Van Meijeren, om echt op uw woorden te passen. Ja. Meneer Van Meijeren, ik doe nogmaals een oproep aan u. Uw woorden zijn kwetsend. En als ik kijk naar mijn collega's, dan zie ik ook hun reactie. Dus ik wil echt vragen nu om echt op uw woorden te letten, uw verhaal nu af te maken. En vervolgens schorsen we de vergadering even. Nou ja, om misverstanden te voorkomen, vanzelfsprekend. En dat zeg ik ook nergens. Maar... Ik zou het heel fijn vinden als u dat als aan mij bevestigt als voorzitter, dat u echt rekening houdt met uw woorden in deze Kamer. Het is mijn rol ook om daar toezicht op te houden. Ik zie de reacties van de collega's. En ik weet zeker dat ook buiten deze Kamer uw woorden als heel kwetsend kunnen opgevat worden. Dus ik wil u echt vragen om daarop te letten. En dan geef ik u weer het woord om uw verhaal af te maken. Maar niet dan nadat ik even kort gereageerd heb op uw opmerking. Namelijk dat om misverstanden te voorkomen, Forum voor Democratie op geen enkele manier bepleit dat de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog in de buurt komen wat op dit moment ongevaccineerden wordt aangedaan. Natuurlijk niet. Het is een glijdende schaal. Eerst werden de Joden uitgesloten, meneer, om naar de bioscoop, meneer, te gaan. Ja. Toen mochten ze niet meer naar een restaurant. Meneer Van Meijeren, ik schors... Ik zou willen, nee, dat toen mensen... Meneer Van Meijeren, ik schors de vergadering even. En ik wil heel graag even met u in gesprek. Ik schors de vergadering. Open de vergadering weer. En ik wil aan de heer Van Meijeren vragen om zijn verhaal af te maken. Het woord is aan de heer Van Meijeren. Helaas, ik schors de vergadering weer. Er zijn volgens mij een aantal vragen. Ik wil wel aan de leden vragen. Ik heb namens volgens mij uw Kamer, de heer Van Meijeren, net ook aangesproken. Laten we die discussie niet opnieuw voeren. Maar als u een nieuw punt heeft waar u op wil reageren, dan kan dat. Maar volgens mij is dat niet het geval. Minister, ik ga u even onderbreken. Er loopt een Kamerlid een commissiezaal binnen. Meneer Baudet, het is de afspraak dat u een mondkapje draagt. Als u loopt door bijvoorbeeld commissiezalen, mag ik u verzoeken om of het mondkapje te dragen of anders de zaal te verlaten.
Nee, het is geen afspraak om mondkapje te dragen, maar ik was wel van de zaal te laten omdat ik alleen wat vakliteratuur aan mijn ambtsgenoten wilde geven. Maar mondkapjes dragen. Dan stel ik voor dat u de commissiezaal verlaat. Dank u wel. Minister, ik ga u even onderbreken. De heer Baudet. De heer Baudet. Ja, nou. Er is ook een reden dat er afspraken zijn over het dragen van mondkapjes. Omdat we hier medewerkers hebben waar die geen anderhalve meter afstand houdt. De deur is dicht. Ik moet even hier langs. Dan stel ik voor nogmaals dat u zo snel mogelijk deze commissiezaal verlaat. Dank u wel. De minister. Nee, dat doen wij voor u. Oh, dat doen we. Ja, de service kent bij ons dat geen grenzen. Ongelooflijk. En meestal doen we dat ook nog op volgorde. Ja. Service van de Grieken kent geen grens. Ik loop naar voren. Het is waanzinnig. Als u even naar loket 2 komt en hier komt inleveren, dan komt het allemaal goed. Dan geef ik graag het woord aan de heer Thijssen van de fractie van de Partij van de Arbeid, die ik net nog zag. Maar als hij dan het woord moet voeren, is hij ineens verdwenen. Toch, hij zat hier toch 30 seconden geleden nog? Hier komt zijn moeder. Ik zou zeggen zuster op links. Zuster Clivia. Ja. De heer Thijssen heeft een andere afspraak, dus hij komt niet meer. Hij is verdwenen inmiddels. Het foutje is dat hij op kan. De lijst staat. Ja. Fijn dat u dat allemaal even regelt. Krijgt u er ook geld voor of doet u dat helemaal pro deo allemaal? Dat is, Dank u wel. Dit was één keer dat leden zo door elkaar gaan. Er gebeurt niet meer de rest van de vergadering. Het is wel het parlement, jongens. Dank u wel. Daarmee zijn we ook aan het eind gekomen. Dank u daarvoor. Yeah.